Hallo, wij zijn Pieter, Bart, Benoit en Gianni. En wij nemen jullie mee naar de lijststreek. Hey jongens, waar is Pieter? Waar is jongens naartoe? Daar is Pieter. Onder lichte dwang van mijn vrienden nam ik mijn fiets en trok richting de Leijenstreek. Het fietsnetwerk van de Leijenstreek is ongeveer 900 kilometer lang. Dat is hetzelfde als de afstand van hier, de Leijenstreek, naar het noorden van Nederland, Friesland en terug. Maar fietsen is natuurlijk niet het enige dat je hier kan doen. Er zijn nog tal van andere toffe activiteiten. Ook mensen die van watersport houden, kunnen zich hier best amuseren. Ik heb vandaag gekozen voor de kajak, waarmee ik een rustgevig tochtje ga maken. En op! De rivier de Leie is heel lang. Ontspringt in Frankrijk en vloeit samen met de Schelde in Gent. Ze oefent namelijk heel veel universiteit op onze streek. Ja, dat is logisch, hè? Want ze is er naar genoemd. Het woord Leie is afkomstig van het Franse woord lys. Dat betekent lelie. In het water van de Leie zwemmen 19 verschillende vissoorten. De blankvoren, de giebel, paling, snoek, snoekbaars, karper, riet. Maar dat interesseert natuurlijk niemand! Dus gaan we naar Geneverstokerij Filiers. En dat interesseert natuurlijk iedereen. In het laboratorium wordt onderzoek gedaan naar betere graansoorten en nieuwe smaken voor hun genevers en andere sterke dranken. Het is eigenlijk oorspronkelijk in 1880 ontstaan door de heer Karel Lodewijk Filiers, die eigenlijk ook in dat jaar eigenlijk een vergunning kreeg voor een stokerij te beginnen. En nu zijn we eigenlijk al de vijfde generatie die hier de genevers maakt. Van Bruggeman. Uit Gent, Smeets ook. We trekken richting de bottelarij, waar we rondgeleid worden door Eddy. Oh, god. Ik ook zo'n beetje de werking zeggen van hoe dat het gebeurt, hoe dat een fles... Ja, goed. Goeiedag, we zijn hier bij... We bevinden ons hier in de bottelarij van Filiers. Ik ga het proces kort uitleggen. Hier worden de flessen manueel, semi-automatisch eigenlijk op een band gezet. Als jullie mij kunnen volgen. Hier komt de fles in een uitblazer, dus de fles wordt ontdaan van eventuele vreemde voorwerpen die zich nog in de fles zouden kunnen bevinden. Hier worden alle flessen geëtiketteerd. En het achterste gedeelte worden de flessen volledig automatisch in dozen gestoken. Dan gaat dat zo verder over de plakmachine, de dozen worden gekleefd. Gaat het zo verder naar de paletiseur, waar het automatisch wordt gestapeld en ook wordt ingefilmd. En dan is de palet klaar voor verkoop. Wij bottelen ongeveer tussen de 3000 en 3800 flessen per uur. Per uur? Ja, per uur. Ja, had je niet zo rap kunnen net drinken. Na de iets te sterke drank is het tijd voor wat cultuur. En machelen!
Hier is het Roger Raveel Museum gelegen. Raveel is een bekende Belgische kunstenaar en woont hier vlakbij. Hier hangen veel werken van de kunstenaar. Raveel is meer dan 90 jaar en is al vele jaren thuis in de abstracte kunst. Waarom is Raveel zo belangrijk voor de streek? Goh, wel, iedereen ziet dat wat Raveel op zijn schilderijen uitbeeldt, dat hij recht uit die streek komt. Het is iemand die zijn onmiddellijke omgeving gebruikt als thema voor de kunst die hij maakt. Dus Raveel is geïnspireerd door de streek, maar op welke manier zie je dat in de schilderij zelf? Wel, Raveel is eigenlijk geïnspireerd door alles wat hem omringt. Of hij nu hier is in Machelen aan de Leie, of hij zou zich ergens elders bevinden. De plaats waar hij is, dat is waar hij mee bezig is. Want het is een kunstenaar, het is een schilder die zich bijna volledig baseert op wat hij observeert, op wat hij ziet. En hij heeft veel standbeeld. Zo. Wauw. In Machelen bevindt zich ook een wandelroute. Die leidt langs een aantal van zijn kunstwerken. En natuurlijk ook zijn huis. Wij hebben er al een hele tocht op zitten, dus wij gaan in gaan drinken.